poëzie. Nou, kan ik je wat vertellen, hè? Over een jazzmuzikant. Brew Moore. Humor. Succes was ook dat ik op een gegeven moment werd gevraagd of ze het militaire topshow wilde openen in Ahoy. Maar ja, dat begonnen ze hoor. Hoepa, hoepa. Drummen. Eén sessie. Punt. Yes! Als ik kijk naar hoe je ademt, wil ik eeuwig bij je zijn. Maar ik til je onvoorzichtig en ik draag je naar de Rijn. Ik leg je zachtjes in een bootje, die heb ik lang niet meer gebruikt. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus chez toi. Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc. Vive la vie et vive le vent et vive le printemps. Me penchant comme la tour de Pise pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Je ne quitte pas, je ne quitte pas, je ne quitte pas, je ne quitte pas. I came back to thank you, but instead of making a speech, I thought you would understand better what I feel. If I sing you a song which you all know and which you all love. Diamonds are forever. They all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Ben ik nou zuur? Waar staat hij nou naar te kijken? Naar zijn secretaresse? Wat is het toch mooi. We zijn bijna 20 jaar getrouwd. We hebben een puberende dochter. En hij staat gewoon met zijn secretaresse te flirten. Mannen, ze zijn ook allemaal hetzelfde.
Staat de buurman nou naar mij te lonken? De ware liefde? Tijdelijk. Een minnares? Tijdelijk. Ik zeg altijd maar, kom Kees, het is maar tijdelijk. Dat is waar. Ach meid, niet zeuren. Ze wilde hem toch zo graag? Ze mag hem hebben. Taxi, meneer Van Onderen. Ben je er nou al? Wacht even, ik wil nog helemaal niet naar huis. Meneer Van Onderen, dat zegt u iedere avond en dan moet ik u meeslepen, weet u wel. Wacht nou even, meneer de taxi. Kijk, ik ben 50 jaar getrouwd en neem van mij aan, dan sta je echt niet te popelen om naar huis toe te rennen. Nee, ik hou heel veel van mijn vrouw, daar gaat het niet om. Maar ja, we zijn volledig uit elkaar gegroeid. Kijk, zij kijkt alleen maar televisie en ik hou niet van televisie. Ik zit liever in een kroeg of op een terrasje tussen de mensen. He, maar zij kijkt graag televisie. En ik zeg altijd, televisie maakt mensen dik en dom. En mijn vrouw is inmiddels al zo dik. Het enige wat ze nog past, is het pashokje zelf. Ja, je probeert natuurlijk als man op een subtiele manier aan te geven dat je vrouw te dik wordt. Laatst ook, zegt ze, maak deze jurk me dik. Ik zeg, nee, dat doet het vet wat eronder zit. Ah, dat heeft ze 2 weken niks meer tegen me gezegd. Wat voor mij zoiets als vakantie is, maar goed. Ja, en dan zegt ze, neem me dan eens een keer mee naar iets duurs. Ik heb haar meegenomen naar een benzinepomp. Een band, Prem en Nico Dijkshoorn, veel fragmentjes en met tafel dames, Mark Marie. Dit is DVD in een paar minuten. Welkom, hier zeg ik altijd eerst een paar dingetjes met mijn armen over elkaar, want dat lijkt het serieus. Maar tegen heel want ik heb geen flauw idee waar het over gaat, want het gaat allemaal veel te snel. Maar we laten wel wat fragmentjes zien. En met tafel dames van vandaag is Mark Marie. Mark Marie, hoe is het? Ja, nee, echt heb je. Oh, heb je nog iets meegemaakt? Ja, nee, echt. Vind je vervelend dat iedereen je steeds imiteert? Ja, nee, echt. Oké, aan tafel. Ja, vandaag was het weer zover. Prem Radicatjoen had behoefte aan aandacht. Ja, dat klopt, Matthijs. Ik vind het een schande. Wat vind je precies een schande? Doet er niet toe. Oké. En ga je nog iets confronterend zeggen? Ja, zeker wel. Dan komt hij uit. Poep. Poep. Oh, zijn er poep? Ja, poep. Oh, wat ga je nog meer doen? Oh, poep. Nog een keer poep. Poep. Oh, lachen, man. Denk er nog, Matthijs. Kijken. Ja, waarna? Gewoon alles. Oké, vandaag was er weer iets te doen. Iets met niet boeit, iets met politiek. En natuurlijk was onze eigen jak als kutlul erbij. Hey, preng. Ja,